Hey, en leuk dat je kijkt naar deze vlog. Ik ben Willemijn en ik doe een redactie- en cameo-stage bij het productiehuis van AT5. En ik mag jullie vandaag de hele dag meenemen op een stagedag om te laten zien wat er allemaal gebeurt. We gaan draaien vandaag en dat is een dag waarop er heel veel gebeurt. En superleuk, want we gaan niet alleen draaien, maar ook monteren, artikelen schrijven, socials maken en ga zo maar door. Dus het is een drukke dag waarop ik heel veel kan laten zien. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken. Voordat we vertrekken moeten we natuurlijk de camera-spullen meenemen. De cameratas, statief mee, accu's mee uiteraard. Laden we in de auto en dan kunnen we gaan. Nou, we zijn nu op de Hugo de Vrieslaan, een item aan het draaien voor het verkeer. Werkzaamheden daar. En we gaan eens even kijken wie we hier kunnen strikken voor een interview. Let's go! Wat vindt u ervan wat ze hier aan het doen zijn? Ja, ik vind het best, maar ik vind één ding wel, dat er een standbeeld komt van mezelf daar. Dat wil ik wel. Dat is wat ik vind. Nou, we zijn klaar met draaien. Hier is Joe. Hoi. Heeft eerder stage gedaan bij AT5. Yes. Kun jij misschien even me vertellen hoe je dat hebt ervaren? Ja, leuk en heel leerzaam. En nu werkt het gewoon, dus ja, dat is ook chill. Ja, je bent blijven hangen. Ja, super blijven hangen, ja. En je mag heel veel zelf doen, dat is leuk. Ja, daar is eigenlijk ruimte voor alles. Ja. Nou, we zijn weer terug op de redactie. Joe is begonnen met monteren van het item wat we zojuist hebben gedraaid. Ik ga daarbij nog een post editen voor social media. En zometeen nog een artikel schrijven. Dus we kunnen lekker aan de slag. Hey. Kun jij misschien eventjes vertellen wat je zo leuk vond in je stage? Ik vond vooral leuk dat ik vanaf het begin direct in volle gang mocht meewerken. En ik vond het filmen en editen vooral heel erg leuk. En ik werk nu als freelancer bij AT5. En wat ben je nu aan het doen? Ik ben nu de eindmontage aan het doen van de verkeersitems van deze week. Ik ga nog even een artikel schrijven en dan zit de dag wel weer op. Het was een drukke dag, we hebben heel veel gedaan. En ja, dat maakt deze stage ook zo leuk. Het is echt aanpakken van alles doen. Van artikelen schrijven, tot socials maken, tot interviewen, met de camera werken, redactiewerk. Ga zo maar even door. Op deze plek waar de sfeer ook heel open is en heel veel gezellige mensen rondlopen die je altijd met alles willen helpen. Dus ben jij nou enthousiast geworden en wil jij op mijn plek zitten? Meld je dus snel aan via mediastages en misschien zien we je later.